5 jaar geleden ben ik eigenlijk begonnen als stylist voor het verkopen van huizen. Ik liep toen met een fotograaf mee en dat was natuurlijk superleuk. Maar dat was eigenlijk het begin van iets heel groots. Ik wilde namelijk eigenlijk veel meer dan alleen maar styling doen. Maar wat ik nog veel meer interesse in had, of wat ik eigenlijk nog veel leuker vond, is ook mensen rondleiden in het huis. En echt de particulier helpen bij het verkopen van hun huis. Ik merkte juist dat eigenaren ook behoefte hebben aan vooraf advies. En soms zitten ze al jaren met het idee van we gaan ons huis verkopen. En dan ineens stappen ze naar een makelaar toe en dan zeggen ze van ik wil dat je mijn huis verkoopt. En liefst zo snel mogelijk, want dat is wat er dan ook vaak bij komt kijken. Maar ze vergeten dan zoveel dingen. En dat is het grote verschil tussen een makelaar en een verkoopexpert. Ik als verkoopexpert ga echt met de mensen rond de tafel en we gaan het hele huis bekijken of dat het huis er daadwerkelijk verkoop klaar voor is. En dat is zo'n groot belangrijk onderdeel van het verkopen. En we moeten ervoor zorgen dat het hele huis gewoon echt allemaal tiptop in orde is. En tiptop in orde houdt ook in dat de styling perfect moet zijn, de fotografie perfect en ook de plattegronden en de tekst. Want ook daar zie ik in de huidige markt heel vaak dat het maar binnen een half uurtje bijvoorbeeld een tekst geschreven wordt of even snel de fotografie. En daar slaat men de plank eigenlijk gigantisch mis. En daar is natuurlijk de eigenaar wel de dupe van. Bezichtigingen doe ik ook zelf, maar bezichtigingen laat ik eigenlijk ook door eigenaren zelf doen. Eigenlijk vind ik dat laatste het allerleukste, dat de eigenaar zelf bezichtigingen geeft, rondleidingen geeft. Het mooie daarvan is dat de eigenaar natuurlijk alles weet te vertellen over het huis en ook over de omgeving. En dat is eigenlijk de kracht van als een eigenaar zelf de bezichtiging geeft. Maar ook die vindt dat natuurlijk spannend. En het mooie van een verkoopexpert is dat je dus de eigenaar een rondleiding, training kan geven hoe die zijn huis het beste kan verkopen. En dat zijn maar hele kleine dingetjes, maar die zijn wel superleuk. En het mooie daarvan is ook dat de eigenaar zelf de tijd kan bepalen. Dus ook buiten kantoortijden, waar makelaars vaak niet kunnen. Hè, en ook in het weekend. Dus ja, de eigenaar is wat dat betreft zo ontzettend waardevol in het verkopen van zijn eigen huis. En regelmatig hoor ik dan ook van mensen die mij leren kennen, maar ook die passie hebben voor huizen, van wow, je hebt echt een super tof beroep. Ze hebben vaak een theoretische achtergrond, iets van interieur of iets van styling. Maar ja, ze willen heel graag een dagje meelopen om van alles te leren over styling, over fotografie. En ja, dat vind ik super tof. Als verkoopexpert merk ik dat ik het steeds drukker krijg. Ook omdat mensen steeds meer gaan realiseren dat ze zelf ook hun huis kunnen verkopen. Maar dan twijfelen ze wel heel vaak, dus vaak hebben ze toch nog wel hulp nodig. En dan is een verkoopexpert gewoon fantastisch. Als verkoopexpert werk je niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Tenminste, als je dat natuurlijk zou willen. Zo heb ik zelf ook al een opdracht uitgevoerd vanuit Frankrijk, waar Nederlanders zaten. En ook hun waren super blij dat je als verkoopexpert gewoon hun kan helpen. En omdat ik natuurlijk niet in Nederland en in het buitenland tegelijk aan het werk kan zijn, hoop ik dat mensen zich geroepen voelen om zich aan te melden voor de Karin Huis Verkoopexpert Academie. Ik zoek oprecht creatieve mensen die eigenaren met passie willen helpen bij het verkopen van hun huis. Een verkoopexpert heeft heel veel leuke aspecten in het vak. En het is super tof om ook jou dat te gaan leren. Dus als jij je geroepen voelt, dan nodig ik je van harte uit om met mij hierover in gesprek te gaan.